heeft dubbel glas thuis? Ja. Oh, dat zijn er best veel. Hartstikke mooi. Heb jij dat? Dubbel glas bespaart ten opzichte van enkel glas al gauw zo'n 300 tot 450 euro op je gasrekening. Teruggerekend betekent dat zo'n 550 kuub gas. Nou, dat telt lekker aan, hoor. En dubbel glas heeft nog een voordeel. Een bal gaat er een stuk moeilijker doorheen. Dames en heren, bent u klaar voor het moment van de veiligheidsbril? Naast mij Percy, profhonkballer, good evening. Aan de andere kant John, pro-golfer. Oh. En hiernaast hebben wij opgesteld 15 enkelglas sloopruiten... waar gewoon bij ieder ruit wel iets mis aan is, een heel klein beetje maar. Maar goed, wij konden ze goed gebruiken. Voor 5000 euro is de vraag. Wie laat de meeste ruiten sneuvelen? Wordt dat A, de honkballer of B, de golfer? Ja, ze gaan beide proberen om een bal door die ruiten heen te meppen. We hebben natuurlijk hier de honkbal en zometeen krijgen we het golfballetje. Bij golf is dit natuurlijk, ik denk, ja, dat is de tee, hè, John? De tee. De tee. De afslagplaats. Ja, de afslagplaats, hè. Heeft dat nou bij honkbal ook een speciale naam? Slagperk. 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 Ja. Nou, zeg maar slagveld ook zometeen, dames en heren. Percy is de eerste die het gaat proberen. Ik denk, John, dat het misschien maar het beste is als wij ons even uit de voeten maken. Percy, in je eigen tijd, geef alles. Stop het in het balletje. En dan meppen. 15 glasplaten. Ja, dat is een machtige zwaai, hè? Oké. Okay. Dat was een flinke klap. Dat was het. Ja, je wilt zelf ook even kijken. Even kijken. Nou, dit is de laatste plaat. Hè. Als je een klein stukje opzij gaat, dan kunnen we ook even het nummer zien. 8 glasplaten, dames en heren. 8 glasplaten. Dik in orde, hoor. Oh, ik denk dat we nieuwe platen nodig hebben. Okay. Ja, en straks ziet u hoe ver onze golfer door de glasmuur weet heen te slaan. Blijf kijken. Nationale Postcode Loterij, wat schatje. Is zo bij u terug.